Ever since I was a kid. The sea's been calling. So, I'm setting out to follow my dreams. I'm gonna be king of the pirates. King of the pirates! One Piece is nog maar een paar dagen uit en staat nu al op nummer 1 op Netflix in België en in heel veel andere landen. De serie doet het zelfs beter dan Wednesday en Stranger Things. En ook jullie zijn fan. Ik vond het heel spannend, de serie. Het was heel verslavend om te kijken. Ik kon er gewoon niet van wegkijken. Het gaat over een jonge piraat met superkrachten. Samen met zijn vrienden gaat hij op zoek naar de schat van de piratenkoning. Het verhaal is gebaseerd op een manga. Dat is een Japanse strip. Manga is heel populair in Japan. De verhalen worden niet alleen voor kinderen gemaakt, ook volwassenen lezen ze heel graag. En er worden ook tekenfilms van gemaakt. Nathan is een echte manga-fan en Kerry heeft de serie al helemaal uitgekeken. Ik ben een super grote manga-fan. Ik heb niet alle boeken van One Piece, maar ik heb er wel een paar stuks. Ik ben super enthousiast dat er een live-action One Piece komt op Netflix. Ik heb de hele serie uitgekeken omdat dat een hele goede was. En ik hoop dat er zo'n tweede seizoen komt, omdat ik vind dat echt heel leuk. Hey, super tof dat je deze video al bekeken hebt. Als je hem leuk vond, geef hem dan zeker een like. En wil je nu nog meer zien? Check het dan gewoon hier.